Door de coronapandemie zoeken steeds meer mensen hulp voor mentale problemen. Vandaag de dag worden er nog steeds mensen opgeleid om deze mensen te helpen. Vandaag nemen wij een kijkje bij een organisatie die zowel mensen opleidt als mensen ondersteunt. Kwaliteit is voor ons wel heel belangrijk. We hebben een kwaliteitszorg die eigenlijk vergelijkbaar is met die van universiteiten of hogescholen. Mensen die hier komen zijn allemaal professionals, dat zijn allemaal mensen die in de praktijk staan. Dus praktijkgericht werken is voor ons ongelooflijk belangrijk. Dat betekent ook dat wij het belangrijk vinden dat we in niet te grote groepen werken, dus dat we dicht op het vel van mensen zitten. Dat we interactief werken, dat we die toepassingen centraal stellen. En het betekent ook dat wij van opleiders vragen dat ze in de praktijk staan zelf. Wij vinden de feedback van studenten en van deelnemers aan cursussen heel belangrijk, maar ook van opdrachtgevers. En wij werken graag met universiteiten samen voor het actualiseren van ons aanbod en het updaten van de kennis. Dat verhoogt ook de kwaliteit. Wij zijn echt gericht op het verbeteren van het samenleven en het samenwerken van mensen. Dus dat sociale weefsel, dat tussenmenselijke, dat is eigenlijk ons aandachtsgebied. Wij doen dat op verschillende manieren. Wij doen dat in een opleidingscentrum, wij doen dat in een groepspraktijk en met onze uitgeverij. Dus in het opleidingscentrum bieden wij verschillende diensten aan, met name opleidingen. Dat kunnen hele korte opleidingen zijn van een dag of een halve dag, maar ook van 4 jaar en alles wat daartussen ligt. In onze groepspraktijk doen wij ook verschillende dingen. Wij hebben gesprekken, therapiegesprekken, maar wij hebben ook bemiddelingsgesprekken. Als laatste hebben we dan die uitgeverij. En onze uitgeverij is een plek waar wij boeken uitgeven, een tijdschrift uitgeven en een blog. En daarnaast ontwikkelen we methodieken en die geven we ook uit.